Dank u wel. Ambtsgenoten, de stemming die nu voorligt gaat niet over belastingen, want ik betaal keurig belasting en de Belastingdienst ziet alles en weet alles wat ik al dan niet zou verdienen. Het gaat ook niet over transparantie, want iedere burger in Nederland kan precies zien wat ik nog meer doe aan nevenactiviteiten. In de Kamer van Koophandel worden jaarrekeningen openbaar gemaakt. Je kunt de financiën van de partij, alles is even transparant. Daar gaat dit dus niet over. Het gaat over het fundamentele principe, en dat is ook waarom ik niet meedoe aan de registers, dat Kamerleden immuniteit horen te hebben in het uitoefenen van hun werk en niet door een meerderheid zouden moeten kunnen worden gesanctioneerd of het zwijgen op kunnen worden gelegd. Dat is het fundamentele democratische principe dat hier ter discussie staat. Dat wij alle 150 gelijk zijn en de macht controleren en niet elkaar controleren. Daarom zal ik niet mijn fractie niet tegenstemmen. Daarom zal mijn fractie niet tegenstemmen. Wij zullen ons onthouden van stemming. Kamerleden horen niet over elkaar te stemmen, hebben geen juridictie over elkaar. Ja. En wij zullen dus de zaal verlaten op het moment dat de stemming zal beginnen. Dank u wel, meneer Baudet. Overigens hebben wij niet een systeem van stemonthouding. Wij zullen u dan registreren als afwezig. De heer Wilders van de PVV. Mevrouw de voorzitter, wat hier vandaag dadelijk dreigt te gebeuren is een historische fout. Kamerleden die over elkaar gaan stemmen, die mogelijk sancties aan elkaar gaan uitdelen, in dit geval aan collega Baudet. Het zou volgens het voorstel zou hij moeten worden geschorst. Hij zou een week lang niet aan debatten mogen deelnemen, omdat hij regels zou hebben overtreden. Geen wettelijke regels, maar regels van de Tweede Kamer zelf. En het is geen rechter die dat heeft bepaald, maar een commissie die door de Kamer zelf is ingesteld. En voorzitter, mijn fractie vindt dat we die brug echt niet moeten overgaan. Als wij over elkaar gaan stemmen, als wij aan elkaar sancties gaan uitdelen, als wij elkaar de facto het woord gaan ontnemen, als wij elkaar als gekozen vertegenwoordigers, volksvertegenwoordigers van het debat gaan uitsluiten, dan is het einde zoek. En de PVV werkt daar in ieder geval niet aan mee. Ten aanzien van geen enkel Kamerlid, van welke fractie dan ook. Niet van Baudet, niet van de SP, niet van de PVV. Voor iedere fractie had ik hier hetzelfde verhaal gehouden. Wij gaan niet stemmen over elkaar. Dat is een brug te ver. En we zullen bij deze stemming, althans op dit onderdeel, dadelijk dan ook niet aanwezig zijn. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan mevrouw Van der Plas van BBB. Dank u wel. Voorzitter, ook ik vind dat elk Kamerlid zich moet houden aan de verplichting om nevenfuncties en inkomsten te melden. In de eerste twee voorstellen in het advies, dus de verplichting om te registreren in het register van de Tweede Kamer en een berisping omdat het niet is gebeurd, kan ik me nog vinden. Echter, als Kamer een gekozen volksvertegenwoordiger een week lang verbieden deel te nemen aan plenaire debatten, commissievergaderingen en andere Kameractiviteiten, gaat mij veel te ver. Wat je ook van de werkwijze van de heer Baudet vindt, een gekozen volksvertegenwoordiger te verbieden zijn parlementaire werk uit te voeren terwijl hij een mandaat heeft van zijn kiezers, is in mijn optiek ondemocratisch. En om deze reden zal ik dan ook tegen dit voorstel van het presidium stemmen. Dank u wel, mevrouw Van der Plas. Nog even kort aan mevrouw Leijten van het SP. En even voor de duidelijkheid, het presidium heeft het doorgeleid aan de Tweede Kamer, waar de Tweede Kamer over stemt. Het is een advies van het college. Het woord is aan mevrouw Leijten voor stemverklaring. Voorzitter, het is een grote eer om volksvertegenwoordiger te zijn. Je vertegenwoordigt het volk en daarmee laat je zien dat je geen andere belangen hebt.
Om te laten zien dat je geen andere belangen hebt, heb je een register. Voor nevenfuncties, voor je bijverdiensten, voor je zakelijke reizen. Wat de SP betreft zouden we meer registers hebben. Bijvoorbeeld ook over aandelen. Zou het ook niet erg zijn om onze agenda's te delen? Gewoon om te laten zien dat wij volksvertegenwoordigers zijn. Daar hoort een bepaalde mate van transparantie bij. En als je die regels met elkaar afspreekt en willens en wetens daar niet aan houdt, dan zijn er uiteindelijk consequenties. En het is met pijn in het hart dat de SP-fractie daarom voor zal stemmen. Maar als je volksvertegenwoordiger wil zijn, dan doe je ook alles om volksvertegenwoordiger te kunnen zijn. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Leijten. En dan geef ik tot slot het woord aan de heer Van Baarle van DENK. Ja, voorzitter, dank u wel. Het is een groot goed in onze democratie dat je hier in deze zaal mag zeggen wat je wilt. En voorzitter, ja, dat mag ook schuren. En dat moet zelfs ook schuren. Maar over de inhoud gaat het vandaag niet. Want het is ook een groot goed in onze democratie dat burgers erop moeten kunnen vertrouwen dat hun volksvertegenwoordigers niet worden gekocht. Dat je geen schimmige belangen dient als volksvertegenwoordiger en dat je jezelf niet verrijkt. En daarom hebben we terecht regels over transparantie over inkomen. En als je die regels schendt, als je niet eens meewerkt aan een onderzoek en als je je foute handelen ook nog eens met complotdenken en drogredenen vergoeilijkt, dan verdien je een sanctie. Want de democratie die moet ook weerbaar zijn tegen hen die de democratie ondermijnen en de schijn van belangenverstrengeling hoog houden. Dank u wel. Meneer Van Baarle, was niet helemaal een stemverklaring zoals we dat willen.